الحمد لله القدير الباري ثم صلاته على المختار. Dus kijk wat jullie uiteindelijk leren. Jullie leren meer dan bijna 160 hoofdstukken inshallah ta'ala over het leven van de profeet sallallahu alaihi wasallam. En dat allemaal samengevat in 100 abiyat. Allah het ni'ma. Het is een gunst van Allah azza wa jalla. لكنما المشهور ثاني عشره في يوم الاثنين طلوع فجره. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأشرفان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alle lof van Allah azza wa jalla die ons heeft geleid naar de waarheid en alle lof van Allah azza wa jalla dat hij ons heeft begunstigd met de twee getuigenissen dat niemand en niets het recht heeft om een weduwe te worden behalve Allah azza wa jalla en de getuigenis dat Mohammed sallallahu alayhi wa sallam zijn boodschapper en dienaar is. Nadat wij hebben gesproken over een aantal gebeurtenissen, zoals de Ghazwa van Dumat al-Jandal, en we hebben ook gesproken over de huwelijk van de profeet sallallahu alayhi wa sallam met Juwayriyah bint al-Harith, en we hebben ook gesproken over de gebeurtenis van het huwelijk van de profeet sallallahu alayhi wa sallam met Raihana, maar we hadden iets verteld over Raihana. Wie weet dat nog? Er is een kleine meningsverschil over Raihana, radiyallahu anha. Naam? Precies. Of die ermee getrouwd is, of dat het onder zijn hoede was. Of het onder de hoede van de profeet, sallallahu alayhi wa sallam, was. En we hebben ook gesproken over de ghazwa van Bani Lihyan. Wie kan mij iets vertellen daarover? Voordat wij overgaan, insha'Allah ta'ala. Hadden we verteld, was geen gevecht in. En op welke afstand zaten deze mensen? Wie weet dat? 80 kilometer. Is dat zo, beste broeders? Naam. We hebben hier dat hij op een afstand is van, hoeveel broeder, je had het goed, 64, ja, 64 kilometer, naam, van Mekka naar het noorden toe. En we hadden gezegd tussen Mekka en El Medina. Goed, en we hadden gezegd dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam deze oorlog had gevoerd, omdat zij, hoeveel mensen hadden vermoord? Zij hadden 5, hè, maar jullie mogen het opschroeven naar 40. Ze hebben er 40 van de sahaba radiyallahu anhum vermoord. En dit is vaker gebeurd. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam een groep van de sahaba stuurt en dat ze dan worden vermoord. En dat is natuurlijk een enorme verraad. Bij de Arabieren, dan behoorde je eigenlijk tot een verrader. Als jij een boodschapper of iemand die is aangesteld om jou de boodschapper over te brengen, als je die vermoordt, dan ben je eigenlijk een verrader. Nou, dat behoorde niet tot de normen en waarden. Geer, de sheikh rahimahullah Abi al-Izz al-Hanafi zegt dan vervolgens: "Wa ba'dahu istisqa'uhu wa dhu qarad wa sudda 'an 'umratihi lamma qasad." Hij zegt, daarna verrichtte hij het istisqa-gebed. En dhu qarad vond plaats en hij werd onderweg tegengehouden om de umra te verrichten. Ja, om de umra te verrichten. Geer, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, nadat er bekend werd dat er droogte is, heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam salat al-istisqa gedaan. Echter zijn daar 6 overleveringen over, waarin een van de bekendste is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam salat al-istisqa deed in El Medina, nadat de joden beweerden van, maar als hij een profeet was, dan kan hij dua doen en dan zouden wij allemaal regen krijgen. Dit is een van de bekendste verhalen. Echter, hij zegt, ahadithu salat al-istisqa'i thabitatun ala awjuhin sittah. Hij zegt, de ahadith, die gaan over de salat al-istisqa, dus het gebed om regen te vragen. Die zijn
Er zijn meerdere overleveringen en die zijn allemaal authentiek. En die kun je eigenlijk categoriseren in 6 vormen. Goed? Al-awwal, de eerste. يوم الجمعة على المنبر في خطبته صلى الله عليه وسلم. Een van de vormen is dat de profeet sallallahu alayhi wasallam het heeft gedaan op vrijdag tijdens de khutba. Tijdens de khutba. De tweede. En waarom vertel ik het? Waarom breid ik het zo uit? Zodat jullie weten van... Want wat voornamelijk bekend is in de fiqh, is dat ze voornamelijk verwijzen naar dat de profeet sallallahu alayhi wasallam het had gedaan toen er een droogte was en toen de joden dat riepen. Maar echter zijn er meerdere vormen geweest dat de profeet sallallahu alayhi wasallam salat al-istisqa heeft gedaan. Of meerdere momenten eigenlijk. Ja, daar komen we zo op inshallah ta'ala. Ja, de hoedanigheid gaan we zo benoemen. De tweede, annahu sallallahu alayhi wasallam wa'ada an-nasa yawman dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam de mensen eigenlijk had opgedragen en had beloofd dat ze naar buiten zouden gaan om te bidden in de musalla. Al musalla is een verschil tussen een musalla en een masjid en een jami'a. Ja, dit benoem ik even heel snel zodat jullie het verschil kennen. Al musalla, dat is een plek wat niet wordt aangeduid als een vaste plek om het 5 dagelijkse gebeden te verrichten. Maar dat iedereen die eigenlijk kan komen kan weten, oké, hier kan ik het gebed verrichten. Een voorbeeld hiervoor is de gebedsruimtes op vliegvelden. Ja? Of bij tankstations of dergelijke. Ja? Of in restaurants. Dat heet een musalla. Een masjid is een plek die aangesteld wordt zodat mensen in die omgeving 5 keer per dag daar kunnen bidden. En zo'n plek kan dus ook een adhan hebben. Dus kan ook, vanuit daar kan de adhan worden gedaan. Al-jami', dat is de derde vorm. Al-jami' is een moskee. Die centraal is in een, bijvoorbeeld in een kleine stad of in een grote dorp. En die al-jami' wordt het vrijdagsgebed verricht. Dus er wordt 5 keer per dag gebeden en het vrijdagsgebed wordt daar verricht. In tegenstelling tot de masjid. El masjid, en dit is alleen maar om zodat jullie de definities kennen vanuit de fiqh. En niet hoe het hedendaags wordt gebruikt. Ja? Dus het is niet van het verstand om te zeggen, ja maar wacht even, tegenwoordig noemen ze zo'n moskee masjid. Daar gaat ons niet aan hoe de mensen het gebruiken. Het gaat ons aan om hoe het in de shara' eigenlijk wordt benoemd. Hoe de fuqaha het hebben benoemd. Dus een masjid wordt 5 keer per dag gebeden. En een jami' wordt 5 keer per dag gebeden. Plus salat al-jumu'ah. En daarom, ik heb bijvoorbeeld in het Midden-Oosten geleefd. In de stad waar ik zat, heb je allemaal van die kleine moskeeën. Die sluiten op vrijdag met salat al-dhuhr, sluiten die allemaal. En dan gaan alleen de jawami' gaan open. Dat zijn een enkele grote moskeeën. Die kunnen dan ook echt een paar duizend mensen borgen, zeg maar. En die komen dan allemaal naar de moskee om salat al-jumu'ah te bidden. Goed, dus dan weten jullie dat even voor de duidelijkheid. Dus de profeet sallallahu alayhi wa sallam zei, had ze beloofd om dus naar buiten te gaan om op de musalla te gaan bidden. Wie van jullie weet wat de musalla is waar de profeet sallallahu alayhi wa sallam salat al-istisqa heeft gebeden? Hij krijgt van mij een boekje of een chocoladereep, wat jullie willen. Wie weet het? Ja, maar het is nu zeg maar benoemd en ook is het duidelijk waar dat was. Ahsant. Jij mag kiezen, broeder. Chocoladereep of boekje? Jij krijgt, heb je nou 2 van mij gekregen of nog niet? Subhanallah. Derde boekje, inshallah ta'ala. Ja, jij krijgt een derde boekje nog van mij. Inshallah ta'ala. Goed, dit is waar nu Masjid al-Ghamama staat. Daar heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam salat al-istisqa verricht. Goed, en daarom heeft Umar ibn Abdul Aziz, de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft zelf die moskee niet gebouwd, maar Umar ibn Abdul Aziz had eigenlijk iets op zich genomen
om alle plekken waar de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gebeden, om daar allemaal moskeeën te bouwen. En daarom als je in Medina bent, dan zie je heel veel moskeeën, eigenlijk over de hele stad, die zijn zeg maar gebouwd, omdat de profeet sallallahu alaihi wasallam daar heeft gebeden. Zoals bijvoorbeeld na Ghazwat Uhud, is daar een masjid, heet Masjid al-Raha. En daar heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam eigenlijk, is hij gaan rusten en heeft hij gebeden. Ja, zo ook Masjid al-Ghamam, maar ook zo Masjid Abu Bakr, zo Masjid Umar, zo Masjid Ali, Masjid Salman al-Farisi, naast al-Khandaq, daar heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gebeden. En ga zo door. Goed? Dus de musalla naar waar wordt verwezen is Masjid al-Ghamam. De derde is annahu sallallahu alaihi wasallam istasqa ala minbar al-Madinati fi ghayri yawm jumu'ah wa lam yuhfaz anhu fi hadha al-istisqa' salatun. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam al-istisqa heeft gedaan in Medina op zijn minbar, maar niet op de vrijdag. Maar niet op de vrijdag. En dat de profeet sallallahu alayhi wasallam zich had beperkt tot de du'a, zonder de twee raka'at te verrichten. Goed? Weer. En de vierde is annahu sallallahu alayhi wasallam istasqa wa huwa jalisun fil masjidi fa rafa'a yadayhi wa da'a Allah 'azza wa jalla. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam zittend in zijn moskee in Medina zat, omdat hij zittend de du'a heeft verricht. De vijfde vorm. Annahu sallallahu alayhi wasallam istasqa 'inda ahjari az-zayti allati kanat qariban min az-zawra'i wa qad dakhalat fi توسعة الجديدة لمسجده صلى الله عليه وسلم من الجهة الغربية. Dus aan de westkant van de moskee. En dan vroeger. Ja. Vroeger. Heeft de profeet صلى الله عليه وسلم eigenlijk naast, als ik het zo moet begrijpen, naast olijfbomen, heeft hij صلى الله عليه وسلم de istisqa gedaan. En die plek is natuurlijk nu, die is nu in de nieuwe moskee. Ja, dus tijdens de uitbreiding van de moskee zijn er heel veel dingen wat in de tijd van de profeet sallallahu alaihi wasallam aanwezig waren, die zitten nu in de moskee. Ja. Zoals bijvoorbeeld bepaalde putten, en dit dus ook, bepaalde bomen waar de profeet sallallahu alaihi wasallam bijvoorbeeld met de sahaba zat of dergelijke, die zijn nu allemaal verwijderd en daar is dan vervolgens de moskee gebouwd. Ja. De zesde vorm, annahu sallallahu alayhi wasallam istasqa fi ba'di ghazawatihi lamma sabaqahu al-mushrikuna ila al-ma. Dat de profeet sallallahu alayhi wasallam de istisqa heeft verricht in de ghazawat, tijdens veldslagen, wanneer de mushrikun eerder bij het water waren dan zij waren. En dat betekent, degene die als eerst aankomt, die kan ook namelijk die waterput of die waterbron, die kan hij eigenlijk eigen maken. En dat zorgt natuurlijk voor de nodige problemen. Want tijdens een zo'n gevecht, dan moet er veel gedronken worden. En jullie begrijpen heel goed, en hebben we vorige keer ook benoemd, die gevechten, hoe lang duurden ze? Eén middagje en dan was het klaar, toch? Of niet? Nee, hè? Het ging door. Dagen, weken kon zo'n gevecht duren. Dus dat moeten wij goed begrijpen. Dus zo'n waterbron is eigenlijk van enorme belang. Is van enorme belang. En de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft tijdens zo'n toestand bijvoorbeeld al-istisqa gedaan. Naam. Nee, meerdere ghazawat. Dus tijdens meerdere ghazawat. Naam. Ibn Hajar, rahimahullah, hij zegt, wa afad ibn Hibban, dus Ibn Hibban, die heeft namelijk overgeleverd dat de profeet sallallahu alaihi wasallam de istisqa in het zesde jaar heeft gedaan, na de hijra. En daarom dat ook Ibn Abi al-Izz hem benoemt in deze gedicht, als het jullie opvalt. Omdat hij praat nu over het zesde jaar. Ja, hij praat over de gebeurtenissen van het zesde jaar. En hij benoemt de istisqa dus specifiek in het zesde jaar. Zie je het? De mening, of degene die dit hebben overgeleverd, is Ibn Hibban. Ik noem een aantal, het zijn er heel veel, maar ik noem een aantal die jullie ondertussen kennen. Ibn Hibban en Mughlatai. Wie was ook alweer Mughlatai? Toch goed om altijd even te herhalen. Broeder?
Turkse sira geleerde, heel goed. En Ibn al-Jawzi. Wie is ook weer Ibn al-Jawzi? Nee. De andere. Je hebt Ibn al-Jawziya. Dus met ta al-marbuta. Dat is Ibn al-Qayyim. Ibn al-Jawzi, met alleen de ja aan het einde. Dat is een geleerde. En hij is de schrijver van Sayyid al-Ghatir, Tilbis Iblis. Meerdere boeken. Is ook een enorme geleerde geweest. Naam. Ibn Hajar, rahimahullah, hij zegt, wa afad Ibn Hibban, dus Ibn Hibban, de overlevering van Ibn Hibban, geeft aan, anna khurujahu sallallahu alayhi wa sallam ila al-musalla lil istisqa'i kana fi shahri ramadan sanata 60 min al-hijra. Dus hij geeft aan, de overlevering van Ibn Hibban geeft duidelijk aan dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam salat al-istisqa heeft gedaan in het zesde jaar, in de maand ramadan van het zesde jaar na de hijra. Geer. Nu heel kort en heel snel de hoedanigheid van Salat al-Istisqa. Salat al-Istisqa, en daarin noem ik de twee madhahib. De madhab van imam al-Shafi'i, die natuurlijk vooraf is gegaan met de mening van Sa'id ibn al-Musayyib. Wie was ook alweer Sa'id ibn al-Musayyib? Een tabi'i, en wat voor een tabi'i? Waar was hij de beste mee? Naam, ik heb jullie dit allemaal benoemd. Hij is de meest geleerde tabi'i. Sa'id ibn al-Musayyib, vergeet dat niet. A'lamu tabi'in, Sa'id ibn al-Musayyib. Ja? En daarom al zijn ahadith, zelfs als hij geen sahabi benoemt, en dat noemen ze al-Mursal, hadith al-Mursal, wanneer hij eigenlijk direct de profeet s.a.w. benoemt. Dus hij zegt van, de profeet heeft dit gezegd zonder de sahabi te benoemen die het aan hem heeft overgeleverd. Zegt zij, wordt automatisch geaccepteerd. Al moet ik wel zeggen, er is een kleine meningsverschil over. Maar in het algemeen worden ze geaccepteerd. Ja? Omdat hij zo betrouwbaar was en zo eigenlijk, hij waarborgde de kennis. Ja? Dus dat is Sa'id ibn al-Musayyib. En dat is dezelfde mening die imam Shafi'i heeft. En dat is als volgt. Je leest, dus je doet als ieder gebed, de takbirat al-ihram, je bidt met surat al-fatiha. Na surat al-fatiha doe je 6 keer de takbir. Dus na surat al-fatiha doe je 6 keer de takbir. Ja, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. In ieder geval 6 keer. En dan vervolgens begin je weer met surat al-fatiha en lees je de surah. Goed? En dan verricht je gewoonlijk de ruku' en dan de raf' min ar-ruku', sujud, al-julus en dan sujud. En dan kom je weer op. Wanneer je opkomt om weer volledig recht te staan, dan doe je 5 keer de takbir. 5 keer de takbir. En bid je met surat al-fatiha. En daarna direct de surah. En maak je het gebed zoals gewoonlijk af. Ja? Dit is de madhab van wie? En wie is Shafi'i voorgaan? Heel goed, want ik doe dit bewust. Zodat jullie weten, er is een grotere geleerde dan Shafi'i die dit al heeft benoemd. De tweede mening is dat Salat al-Istisqa gedaan wordt op de normale manier. Zoals je 2 raka'at altijd bidt. En dit is de madhab van imam al-Awza'i. En wie heeft imam al-Awza'i hierin gevolgd? Imam Malik. Ja? Imam Malik. Goed. Nadat de salat is gedaan en de taslim is gedaan, dan staat de imam op en gaat hij op de minbar staan. Gaat hij op de minbar staan en dan probeert hij veelvuldige dua te doen. Hij probeert veelvuldige dua te doen. Hij probeert mensen eraan te herinneren dat droogte een vorm van straf kan zijn van Allah Azza wa Jalla. En dan doet hij dua. Irhamukallah. Dan doet hij dua. En op een gegeven moment, als hij dus de dua doet om zijn handen op te heffen, en hij is of vanaf het begin of van het einde, draait hij zijn handen om. Ja, dus zo draait hij zijn handen om. En sorry, voordat hij dit doet, voordat hij überhaupt begint met de dua, als hij een rida om heeft, dus dat wat de imams in Marokko voornamelijk hebben, in Saudi-Arabië hebben ze een elbisht, noemen ze elbisht, die doen ze af, die draaien ze dan eigenlijk om, dus je doet hem binnen naar buiten. En dan doe je hem vervolgens weer aan. En dan doe je de dua met de handen omlaag, met de handen omgekeerd.
Dat is de dua die wordt gedaan, of dat is de manier hoe de dua wordt gedaan bij l'istisqa. Goed, dat is even in het kort, dan kunnen we direct inshallah ta'ala door. Daarna zegt de imam, rahimahullah, en dhuqarad vond plaats. En dhuqarad vond plaats. Qarad, dat is een plek aan het oosten van de Medina. Aan het oosten van de Medina. En die is 35 kilometer van de Medina verwijderd. 35 kilometer verwijderd. Hoe deze ghazwa tot stand is gekomen is als volgt. Uyayna bin Hisn van Ghatafan, die kon het niet verdragen. Kon het niet verdragen. Dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam eigenlijk in ghazwat Lihyan de kamelen had meegenomen. En dat hij de kamelen had genomen. Want we hadden verteld, er was geen oorlog. Er was geen oorlog, maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft alles kunnen meenemen. Want de volk was de bergen ingevlucht en heeft vervolgens alles kunnen meenemen. De oorlog is buiten, dus ook de kamelen en dergelijke. Uyayna ibn Hisn van Ghatafan, die kon dat niet verdragen en hij wilde de kamelen per se terug gaan halen. En toen zij aankwamen, vonden zij de herder die toezicht had op de kamelen. En die hebben ze vervolgens vermoord en hebben ze zijn vrouw meegenomen. Hebben ze zijn vrouw meegenomen. En op dat moment, een van de allereerste die hoogte kreeg van wat er gebeurd was, was de geweldige sahabi. Deze naam moet jullie nooit meer vergeten. Dit is de sahabi radiyallahu anhu, Salamah bin Amr bin al-Akwa' al-Aslami. Dus Salamah bin Amr bin al-Akwa' al-Aslami. Deze sahabi radiyallahu anhu kon harder rennen dan paarden. Is bijna niet voor te stellen, maar deze sahabi radiyallahu anhu had een snelheid wat ongekend was. En als je de geschiedenis van de islam leest, dan sta je soms versteld van wat je leest. Dat er een sahabi was die een paard kon tegenhouden. Dus als er een paard kwam aanrennen, dan kon hij zeg maar springen en die paard gewoon tegenhouden. Door de beide poten vast te houden. Dat is natuurlijk onwerkelijk. Welke als wij weten dat de sahaba radiyallahu anhu met 3000 man tegen 100.000 man wilde vechten of dergelijke, dan weten wij wat voor mensen dit waren. Dit is ook even heel goed en belangrijk om te benoemen. Allah laat je niet wijsmaken dat die tijd anders was als deze tijd. Dat die wereldmachten of de wereldmachten die nu bestaan, dat die in die tijd niet bestonden. La wallah. Laat je dit absoluut niet wijsmaken. Li'anna, de grootmacht van de Perzen en de grootmacht van de Romeinen, waren de wereldmachten zoals ze nu waren. En daarom dat de Perzen vanuit de Jemen mensen hadden gestuurd. Dus ze hadden eigenlijk hun bondgenoot in Jemen de opdracht gegeven van, hey, luister, ga een paar mensen sturen naar Medina om hoogte te nemen van een man waar we over horen. Van dat hij een profeet is en hij begint mensen te werven. En heeft ons ook een brief gestuurd. Ga even kijken wat daar aan de hand is. Dus er was een wereldmacht. En er was een controle van kolonisatie. Welakin, wat maakt wereldmachten kapot als we de geschiedenis bekijken? Namelijk de soortgelijke mensen als de sahaba radiyallahu anhum. Die moed hadden, die weten van wij willen rechtvaardigheid in de wereld. Nou, terugkomend naar deze geweldige sahabi, Salama ibn Amr ibn al-Akwa al-Aslami radiyallahu anhu, die rende achter deze mensen aan. Nadat ze de vrouw hadden meegenomen, rende hij achter hun aan. En hij was ook een geweldige boogschutter. Dus hij schoot dus dan pijlen op ze af. En rende dan vervolgens weer terug, want ze kwamen dan op hem af. Dan rende hij weg. En wanneer zij dachten van oké, nu kunnen we weer verder. Dan trok ze er weer op uit om terug te gaan. En dan volgde hij hen dan weer vervolgens. Om weer pijlen op hen af te schieten. En dit ging een hele lange tijd door. Totdat de profeet sallallahu alayhi wa sallam en de sahaba hoogte kregen van, hey, de herder is gedood. De kamelen zijn genomen door Uyayna ibn Hisn. En Salama ibn Amr, onze vriend, die is achter die mensen aan.
En zodoende trok de profeet sallallahu alayhi wa sallam erop uit. En zodoende hebben ze hun buit weer terug kunnen halen. Nou. Dus dit is even in het kort hoe deze ghazwa tot stand is gekomen. Geer, dan gaan we nu spreken over een van de allergeweldigste gebeurtenissen in de geschiedenis en in de sira van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En daar heeft hij naar verwezen. En dit is een hele verhaal. Ja, om dus tot dit punt te komen, het is een hele verhaal. Namelijk, hij zegt, وَصُدَّ عَنْ عُمْرَتِهِ لَمَّا قَصَدْ. En hij werd onderweg, de profeet sallallahu alayhi wa sallam, werd onderweg tegengehouden toen hij de umra wilde verrichten. En hij zegt daarna, وَبَيْعَةُ الرِّضْوَانِ أَوَّلَ وَبَنَا فِيهَا بِرَيْحَانَةَ هَذَا بُيِّنَا. Eerst vond de eed van Ar-Ridwan plaats en hij consumeerde dat jaar zijn huwelijk met Rayhana, zoals verduidelijkt is. Geer. Sulh al-Hudaybiyyah. Het is of al-Hudaybiyyah, of het is al-Hudaybiyyah. Al-Hudaybiyyah. En dit is de betere. Al-Hudaybiyyah zonder shidda is de betere uitspraak. Goed. Sulh al-Hudaybiyyah is benoemd naar een, oftewel een waterbron, dus die al-Hudaybiyyah heet, of het is benoemd naar een uitgedroogde boom. Een shajara hadaba. Oké, dus een uitgedroogde boom die op dat plek stond. En die staat op een afstand van 22 kilometer ten zuiden van Mekka. Afwan, ten westen van Mekka. Ten westen van Mekka. En het wordt hedendaags Ash-Shumaisi genoemd. Hedendaags heet het Ash-Shumaisi, die plek. Goed. Er wordt een consensus benoemd dat al-Hudaybiyyah in de maand Dhul-Qi'da heeft plaatsgevonden in het zesde jaar. En dat komt omdat er een sterke bewijs is die benoemd wordt in het tarikh. Dit is een boek in het tarikh die Ya'qub ibn Sufyan heeft geschreven of heeft benoemd. Deze hadith is de hadith van Umar radiyallahu anhu. Hij zegt, kanat umrat al-qadiyyati fi dhil qi'dati sanata sab'in. Hij zegt dat de umra van de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft plaatsgevonden in het zevende jaar. Dus hij zegt dat de umra heeft plaatsgevonden, dus dat die verricht is in het zevende jaar. En er is een andere hadith waarin Umar radiyallahu anhu ook weer vertelt. En deze is overgeleverd in al-Bukhari. Hij zegt, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحال كفار قريش بينه وبين البيت فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل. De profeet صلى الله عليه وسلم kwam aan bij Mekka om de umra gaan te verrichten. Dit gaat door. Dit verhaal is een bijzondere verhaal. De profeet صلى الله عليه وسلم kwam aan in het zesde jaar. Hij wilde umra gaan verrichten en Quraysh weerhouden hem om de umra te kunnen verrichten. De profeet sallallahu alayhi wa sallam ziet geen enkele oplossing dan zijn offer te slachten en zijn hoofd te scheren. En vervolgens de afspraak met ze te maken om het jaar daarop wel de umra te kunnen verrichten. En ook dat ze een wapenstilstand zouden hebben. Naam. En dat ze, dus drie zaken, dat ze het jaar daarop de umra zouden kunnen verrichten. Dat er een wapenstilstand zou komen voor 10 jaar. En dat als iemand vanuit Quraysh naar Medina ging om bij de profeet sallallahu alayhi wa sallam aan te sluiten, dat het niet mocht en dat hij terug moest gaan naar Mekka. Maar het bijzondere in deze akte is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam het toestond het volgende.
dat als iemand van Medina, vanuit de profeet sallam, naar Mekka zou gaan, dat hij niet terug hoeft naar Medina. Omdat het niet voor zou komen. De mensen die de profeet sallam leerde kennen, en in de omgeving van de profeet sallam leefde, die wisten van, ik ben hier veel beter dan in Mekka. Nou, vervolgens, ik wil eigenlijk een stukje gaan overslaan, want het is heel veel theorie. En ik heb jullie eigenlijk het meeste gegeven. Maar ik ga direct door naar wat Ibn Hajar, of afwan, Abi al-Izz al-Hanafi heeft gezegd. En dat is dat vervolgens de eed van de Ridwan heeft plaatsgevonden. De eed van de Ridwan heeft plaatsgevonden. En dat heeft natuurlijk link met wat we net hebben benoemd. Als eerst moeten we weten wat is de status van deze eed die is gegeven. Allah Azza wa Jalla zegt in de Koran: لقد رضي الله عن الذين عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Allah is tevreden over de gelovigen die jou de eer hebben gegeven, of de eed hebben gegeven onder de boom. Onder de boom. Ja, dus Allah Azza wa Jalla heeft een statement gemaakt dat hij tevreden is over de gelovigen die de profeet Sassam de eed hebben gegeven. En dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft gezegd: Antum khayru ahli al-ard. Jullie zijn de beste van iedereen die hier op aarde is. Dus de mensen die de eed hebben gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam. En hij zei ook, en dit is allemaal in de Bukhari: لا يدخل النار إن شاء الله من أصحاب الشجرة أحد الذين بايعوا تحتها. De profeet sallam zegt: niemand zal het helle vuur met de wil van Allah binnentreden van de vriend van mijn metgezellen die onder de boom hun eed hebben gegeven. Die hun eed hebben gegeven. En nu neem ik jullie mee naar het verhaal. Toen de profeet sallallahu alayhi wa sallam in Al-Hudaybiyah aankwamen en vervolgens hij wilde de Umrah verrichten, hij werd onthouden. En hoe werd hij eigenlijk onthouden? Budayl ibn Warqa al-Khuza'i, die kwam naar de profeet sallallahu alayhi wa sallam toe. En hij gaf aan: Quraysh, onthoud jou om Mekka binnen te gaan. Toen heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam duidelijk gemaakt: wij zijn niet gekomen om een oorlog met jullie te voeren. Maar wij willen alleen het huis van Allah komen bezoeken. Omdat we het, omdat we natuurlijk een hoge positie hebben gegeven in onze geloof. Toen ging al-Khuza'i, oftewel Budayl, die ging terug naar Quraysh om dit duidelijk te maken bij de profeet, of bij hun, wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft verteld. En toen was het antwoord van Quraysh: al is hij gekomen om geen gevecht met ons aan te gaan, wallahi, hij zal niet naar binnen gaan. Hij zal niet naar binnen gaan. En dit is allemaal waarom zij zeggen: wala hatta la tahaddatha aw la yatahaddatha bidhalika 'anna al-arab, zodat de Arabieren niet erover zullen praten dat Mohammed alsnog Mekka is binnengegaan. Terwijl hij hun grootste vijand is. Terwijl ze zoveel problemen hebben met hem, heeft hij gewoon gerust Mekka kunnen bezoeken. Dus zij stonden er hard voor van: jij zult niet naar binnen gaan. Maar de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft toen niet genoeg genomen met Budayl. En ook niet genoeg genomen met Kurz bin Hissen, en ook niet genoeg genomen met Urwa bin Mas'ud al-Thaqafi. Dit zijn drie mensen die naar hem toe waren gekomen om hem dus het bericht te vertellen over Quraysh. Nee, de profeet sallallahu alayhi wa sallam verstuurde vervolgens Khirash bin Umayyah al-Khuza'i. Dit is een sahabi. Die stuurde de profeet sallallahu alayhi wa sallam mee met deze drie om eigenlijk te gaan bemiddelen. En toen hij aankwam in Quraysh,
hebben ze zijn rijdier gedood. En ze stonden op het punt om hem ook te doden. En we hebben net al eerder verteld, wat was een vorm van verraad bij de Arabieren? Om een boodschapper te doden. Een boodschapper die naar jou toegestuurd is om te bemiddelen dat je hem dood is gewoon zwak. En maakt duidelijk dat jij oorlog wil, een ruzie wil en dat je eigenlijk een verrader bent. Maar ze hebben hem dus niet vermoord en is vervolgens teruggegaan. En toen heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam Omar radiyallahu anhu gevraagd. En Omar radiyallahu anhu zei nee. En zie hier dat de profeet sallallahu alaihi wasallam eigenlijk in een positie is waarin hij niet een opdracht geeft. Hij is aan het overleggen van Omar, zou jij willen gaan? Toen zei Omar radiyallahu anhu, ik kan dat niet maken, want waarom? Ik heb weinig steun van mijn stam, die daar nog is. En er is een te grote vijandigheid vanuit Quraysh naar mij toe. Toen hebben ze nagedacht, toen heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam Uthman ibn Affan gevraagd. En Uthman ibn Affan was een geliefde persoon. Hij was een geliefde persoon. Dus Uthman ibn Affan nam deze taak op zich en hij ging naar Quraysh om vervolgens te gaan bemiddelen. En toen in één keer bleef Uthman lang weg. Hij bleef lang weg. En Quraysh had hem verteld van Uthman, we hebben geen probleem. Als jij wil, ga, doe de tawaf. We houden jou niet tegen. Maar Mohammed, die zal geen tawaf verrichten. Toen zei Uthman ibn Affan, dat gaat hem sowieso niet worden. Ik ga de profeet sallallahu alaihi wasallam niet voor zijn met de tawaf in de islam. Het is de profeet sallallahu alaihi wasallam die eerst tawaf gaat doen. En toen bleef hij uit. Hij bleef dus lang weg. Totdat de geruchten begonnen te komen van dat Uthman radiyallahu anhu wellicht is vermoord. Dat Uthman radiyallahu anhu wellicht is vermoord. En toen heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam opgeroepen om deze geweldige eed uit te spreken. En de eed was als volgt, dat niemand nalatig zou zijn en niemand terug zou krabbelen om Quraysh aan te vallen. Om Quraysh aan te vallen. Ze hebben Uthman vermoord. Uthman, deze geweldige sahabi radiyallahu anhu, die twee dochters van de profeet sallallahu alaihi wasallam heeft gehuwd nadat de eerste was overleden en de tweede huwde. Dus het was klaar, dit wordt oorlog. En alle sahaba radiyallahu anhum, allemaal, die gaven hun woord op één sahabi na. Op één sahabi die begon zich onder zijn rijdier te verstoppen. En dat was de enige die geen eed wilde afgeven. En de profeet sallallahu alaihi wasallam, terwijl de eed werd gegeven door de sahaba, één voor één. Wie bleef over? Wie was er niet aanwezig? Uthman radiyallahu anhum. Wat heeft de profeet sallallahu alaihi wasallam gedaan? Hij heeft zijn hand gepakt, dus zijn eigen hand, en die vervolgens op zijn andere hand gedaan. En hij zei, dit is de eed van Uthman ibn Affan. En dit is nog beter dan wat Uthman het zelf zou doen. Want het is de hand van de profeet sallallahu alayhi wa sallam. Ja? Dus ook Uthman radiyallahu anhu valt onder de ayah waarin Allah azza wa jalla zegt, Allah is tevreden over de gelovigen die hun eed hebben gegeven aan de profeet sallallahu alayhi wa sallam, onder de boom. Naam. Walakin, het was niet zo ver gekomen, want Uthman radiyallahu anhu kwam kort daarna, verscheen hij en was de afspraak gemaakt dus dat de profeet sallallahu alaihi wasallam het jaar daarop zou komen. En er is een kleine meningsverschil. Tel dit jaar, dus de zesde jaar, dat de profeet sallallahu alaihi wasallam alsnog zijn dier heeft geofferd en alsnog zich heeft geschoren, telt dit alsnog als een umra of niet? Daar is een klein meningsverschil. Wallahu a'lam, telt hij gewoon als een umra, omdat Umar radiyallahu anhu dat ook te kennen heeft gegeven. Nou, goed. En dan gaan we naar het laatste. Ik weet niet hoe laat al Isha is. Weten jullie dat toevallig? Oh, dus nog tijd. Geer, we benoemen het laatste inshallah ta'ala. En dat is dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam vervolgens het huwelijk consumeerde met Rayhana. Rayhana. En Rayhana, zij is een van de, eigenlijk de vrouwen die gevangen zijn genomen tijdens een veldslag. En zij, de meeste geleerden zeggen dus dat zij behoort tot wat de profeet sallallahu alayhi wa sallam onder zijn hoede had. En niet behoort tot zijn vrouwen. Naam. En degene die deze mening hebben, ik noem er een aantal, zodat we de meningsverschillen kunnen onderscheiden. Want er zijn geleerden die zeggen, zij behoort tot degene die hij
sallallahu alayhi wa sallam, de vrouwen die hij heeft behoed, die onder zijn hoede vallen. En er zijn geleden die zeggen, nee, het is gewoon zijn vrouw. De ulema, die zeggen dat zij behoort tot de vrouwen die onder de hoede van de profeet sallallahu alayhi wa sallam vallen. Dat is Ibn Ishaq. Die kennen jullie ondertussen. Wie is dat ook alweer? Heel snel. Naam, heel goed. Een van de allereerste geleerden, als niet de eerste geleerde is, die de meest uitgebreide sira over de profeet sallallahu alayhi wa sallam heeft geschreven. Nou. En ook Ibn Abd al-Barr, hebben we vaker benoemd, Hafid al-Andalus. En zo ook Imam al-Nawawi, en ook Ibn al-Qayyim, en ook Mughlatai. Goed. En dan de tweede mening, dat het zijn vrouw is. En dat het zijn vrouw is, doordat hij haar vrij heeft gemaakt. Dat was haar eigenlijk, dat was haar bruidschat. Dat ze vrij zou zijn, als zij met de profeet zou trouwen. Sallallahu alayhi wa sallam. En degene die deze mening hebben, zijn als volgt. Al-Maqriziyu. Al-Maqriziyu. Is niet vaak voorgekomen. En Ad-Dimyati. Ad-Dimyati. Jayyid. Maar, zoals de meesten zeggen, de eerste mening dus dat het onder zijn hoede valt en niet zijn vrouw is, is de sterkere mening. Wallahu a'lam. Jayyid. Dan, Jayyid, welke vrouw is dat? Is dat Rayhana? Of is dat? Juwairiyya, ahsant, ja? Goed, dus dat de profeet sallallahu alayhi wa sallam tegen Juwairiyya zei van, en als ik jouw voorwaarden zal voldoen, en ik trouw je daarmee, zou je dat goed vinden? Heeft ze gezegd, is goed. Ja? En Rayhana, die heeft de profeet sallallahu alayhi wa sallam gewoon vrijgemaakt, en dat was haar bruidschat. Nou, maar dit is als we de mening aanhouden van dat ze zijn vrouw is. Ja, dat ze zijn vrouw is. Geer, dan houden we het hierbij, inshallah ta'ala. En gaan we volgende keer, bi idhnillahi ta'ala, verder. Bi hawlihi wa quwwatihi. Zijn er vragen? Jayyid. Geer, dan gaan we afsluiten. Barakallahu fikum. Dan gaan we ons voorbereiden voor het gebed. Barakallahu fikum.